Het Europees project werd na de Tweede Wereldoorlog opgestart om tot een verenigd Europa te komen. Met als belangrijkste doel vrede. Daarnaast werd een aanvullend doel opgesteld en dat was het bevorderen van de internationale handel. Het Europese project is eigenlijk gestart met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. En dat werd opgericht in 1951. Waarbij vooral de aartsrivalen West-Duitsland en Frankrijk aan elkaar werden gekoppeld. Daarna werd het economisch belang steeds belangrijker en werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht in 1967. Vervolgens zie je dat door het Verdrag van Maastricht de oprichting van de Europese Unie een feit werd. Wat maakte het een unie? Allereerst werd er wat soevereiniteit opgegeven. Ten tweede werd er een Europees parlement opgericht met wetgevende macht. En als laatste werd de voorzet gemaakt om de euro te introduceren. Een gemeenschappelijke munt die overal te gebruiken was. Vervolgens zie je hier een plaatje hoe de uitbreidingen van de Europese Unie zich hebben ontwikkeld. Het Stabiliteits- en Groeipact. In het Stabiliteits- en Groeipact hebben de Europese Monetaire Unielanden, de landen die de euro als munt hebben, onder meer afgesproken dat het overheidstekort niet meer dan 3% van het bruto binnenlands product mag zijn en de staatsschuld niet meer dan 60% van het bruto binnenlands product mag zijn. Nou, die staatsschuld is natuurlijk een voorraadgrootheid, dus we kijken vooral naar de staatsschuldquote. En de staatsschuldquote is eigenlijk de verhouding tussen de staatsschuld en het bruto binnenlands product. Nou, wat is een begrotingstekort? Het begrotingstekort is eigenlijk heel simpel. Dat is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven. Voor het jaar 2021 worden de inkomsten begroot op 293 miljard voor Nederland en de uitgaven op 336,6 miljard. Nou, dat is op zich wel logisch. We zitten nu in een coronacrisis waarbij de overheid heeft besloten om heel veel steun aan kleine ondernemers en grote ondernemers te bieden. En daarom is het tekort nu opgelopen tot 43,6 miljard. Wat is dan een staatsschuld? Nou, de staatsschuld is een opstapeling van alle begrotingstekorten uit het verleden. Dat is dus eigenlijk positief nieuws. Hè? Dat overschot gaat gewoon de goede kant op, Jacob. Absoluut, ja. In Nederland wel in ieder geval. Nou, je kent natuurlijk het spreekwoord. Je moet het dak repareren als het mooi weer is. Nou ja, het is natuurlijk prachtig weer. Hè? We hebben hele economisch goede tijden, gouden tijden. We zitten lekker op een hoge conjunctuur. En die overheidsschuld, jij meldde het al, die gaat naar beneden. Dat is natuurlijk heel belangrijk in deze mooie tijden. De norm ligt binnen de EU, hè, zo hebben we dat afgesproken in het Verdrag van Maastricht, op 60%. Ja. En laten we meteen maar even in beeld brengen dan hoe wij scoren ten opzichte van onze collega's binnen de eurozone. Nederland inderdaad keurig geslaagd, hè, met vlag en wimpel, 56%. Dus lekker onder de norm. Maar ja, Duitsland, nou ja, met een beetje, als je een beetje goed kijkt, of Schummelwerk, kijkt, ja. Schummelwerk net geslaagd, 6 minnetje. Maar dan natuurlijk Spanje, 100% staatsschuld maar liefst. En om maar over Italië maar te zwijgen, 138%. Dus we zijn inderdaad weer eens het braafste jongetje van. In november 2020 is de totale staatsschuld opgelopen tot 383 miljard. De staatsschuld van eurolanden is flink gegroeid. Volgens Eurostat steeg de gemiddelde staatsschuld in het tweede kwartaal naar 95% van het bbp. De schuldenlast groeit zo fors omdat overheden veel geld hebben geleend om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ook de economische krimp speelt een belangrijke rol, omdat overheden daardoor minder inkomsten hebben. Nou, waarom zijn deze regels nu zo van belang? Allereerst is er een kans op inflatie. Bij overbesteding kunnen hoge uitgaven van de overheid leiden tot inflatie. Maar dit kan alleen gebeuren in een hoogconjunctuur. Wanneer de maximale productiecapaciteiten bereikt worden en dus de vraag het aanbod overtreft. En pas dan ontstaat er inflatie. Ook een stijgende rente kan een gevolg zijn. Want namelijk bij een begrotingstekort moet de overheid geld lenen. En dat doen ze op de kapitaalmarkt. Er worden staatsobligaties uitgeschreven. Maar op het moment dat de vraag naar geld toeneemt, zal bij een gelijkblijvend aanbod ook de rente toenemen. En als laatste kunnen overheidstaken moeilijker worden uitgevoerd. Want bij een hoog begrotingstekort moet de overheid keuzes maken. De overheid heeft dan namelijk altijd te maken met hoge rentelasten. Die gaan altijd voor en dat betekent dus dat andere uitgaven niet gemaakt kunnen worden. En dat betekent dus dat er keuzes gemaakt moeten worden waar het geld aan wordt uitgegeven. Mario Draghi wil meer Europa. Heeft gisteren Jacob een spreekwoord gehouden over de transferunie.
Een Europa met één budget, met wellicht belastingen. Kortom, dit is wel een zijstraatje, want dan kan hij misschien wat druk van de ketel halen, monetair. Precies, en dat zou ik ook zeggen als ik Mario Draghi was, want dat maakt zijn baan natuurlijk veel makkelijker. Als landen onderling, inderdaad, waar als het ergens goed gaat, nou, dan maak je wat geld over naar een land waar het slechter gaat. Hè. Dit gaat allemaal om een transferunie die Mario Draghi graag wil. Dan heeft hij natuurlijk veel makkelijker baan. Want dan is het niet zo lastig om met één rentetarief alle kikkers in de kruiwagen te houden. Maar ja, dat is natuurlijk leuk nieuws voor de netto-ontvangers, maar minder leuk nieuws voor de netto-betalers. Dus ik kan me voorstellen dat men in Duitsland en Nederland, ja, weliswaar zijn geluiden hoort, maar niet luistert. Nee, oké. Wolf Koeks, zo kan een verklaard tegenstander hiervan. Zo leerden we afgelopen zomer. Aan de andere kant, Olaf, kijk, dit is allemaal politiek gedoe. Maar zo'n transferunie maakt natuurlijk met name de financiële sector in Europa misschien een stuk rustiger en stabieler. Ja, nee, eens. Het is ook denk ik onontkoombaar. Je hebt nou eenmaal gekozen voor zo'n economische unie, voor een monetaire unie. Dan hoort een soort van transfersysteem hoort erbij. En dat moet je opzetten in goede tijden. Dat is ook opnieuw. Dus weet je, ik denk dat dit op zich helemaal geen slecht plan is. Zijn we al helemaal klaar met die bankenunie? En is het fiscale beleid dat we willen, is dat al helemaal goed afgestemd? Mm. Dat niet. Maar ja, weet je, volgend jaar een nieuwe centrale bankpresident. Het spel is wel een beetje op de wagen. En ik denk dat dit daar een onderdeel van is. Oké.